going down! Whoa! Je kan jezelf niet redden, vriend! Whoa! Eten, games, omzet, jongen. Welkom bij het schema. Als je er bent, mijn microfoon denkt even van delen. Vete strikt diploma. Jij mag mij daar niet neerzetten. Maar inderdaad, jongen. Als je er bent, jongen. Ga op de Amerikaanse servers. Ja, het is wat moeilijker nu. Want de Amerikaanse servers zijn in twee delen opgedeeld. Waardoor de ping, dus je internet. Ja, hoe lager je ping, hoe beter connectie je hebt. En de ping is best wel hoog geworden nu op de Amerikaanse servers. Dus ik kan eigenlijk niet echt meer op de Amerikaanse servers spelen. Toen ik Ninja had gekild, had ik best wel goed internet op zich. Op de Amerikaanse servers. Maar we gaan gewoon lekker doen, jongens. Ik heb trouwens een nieuwe skin. Ik heb de, hoe heet het, de Disco Guy skin aangezet. Dus ik dacht van, die is wel leuk om aan te zetten. Dus ik heb er zin in, jongens. Ik heb er zin in weer lekker streamen. Hey, daar ging Peter. Peter, wacht even. Kom op. Kom op. Doe je even niet zo dom. Doei. Hij deed dom. Ja, hij kon ook hierin rennen en een pump pakken. Maar ja, vete strikt diploma. Dacht, oh, nog een pump. Hoppa. We hebben gewoon 3 pumps, jongens. Oké, okay. Mini Shield. We hadden wel wat damage gekregen. Hup. En die hier. Ik heb trouwens een nieuwe tactiek. Ik klik met mijn muis. Kijk, kan ik tussen pumps switchen met mijn muis. Dat is echt super chill. Dus er zit een guy boven mij. Dus dat ben ik een beetje proberen te doen. Woo! Get pooped on, broer. Wat zee, die was nice. Ha, GG, holy shit. Dat scheelt echt niks daar, man. What the fuck? Oh, nog een shield, lekker. Nog een pump. Jongen, jongen, we hebben gewoon... Weet je hoeveel pumps gevonden in deze fucking huis? Dilling, ik heb tricks gefrituurd. Wat heb je met mijn moeder? What the fuck, Robert? Moet je vechten dan, broer? Hey. Robert, even niet zo onaardig doen, oké? Okay? Verdorie. Nou, hoppa, we hebben een ARtje, dat is ook wel nice. Ik ga de medkit nog niet innemen, man. Ik vind het iets te zonde. Groene, dat is nog beter. Hoppakee. Trouwens, jongens, voor de mensen die deze slurp pickaxe hebben. Kijk, ik zal even op een plekje gaan stilzitten. Kijk, dat slangetje beweegt gewoon. Dit is fucking sick. En als je hier op de grond slaat. Kijk, zie je zo'n spetter ervan afkomen. Zie je dat? Zo'n groen ding. Kijk, bam. Ja, het is echt sick, deze pickaxe. Dus als je deze pickaxe weer een keer in de shop ziet. Ik raad hem zeker aan. Oh, die kill is lekker. Om te gaan halen. Want hij is gewoon sick. Hij beweegt gewoon een pickaxe. Dat is echt sick. Dat is echt low. Oh, sniper, lekker. Hop, hop, hop. Oké, we gaan lekker. Eerste potje 3 kills al. Ik hoor iemand bouwen. Ga maar gewoon naartoe. Oh, oh shit, ik ben bijna dood. Fuck, what the fuck? Oh my god. Jeremy bro, bedankt voor de fucking donatie, gast. Ik zit weer even in een struggle moment. Gast, bedankt, gast. Ik had even mijn wapens daar heel kut zitten. Ik kon ook niet zien hoeveel het was, Jeremy, gast. Ik ga zo meteen je berichtje even oplezen, man. Super bedankt, ouwe. Thanks voor de support, gast. Jeremy, jongen. Ik moet trouwens nog wel echt wennen aan mijn muisding. Hij zit boven mij. Even een shield slurpen. Ho! Ja, ik heb geen bouwmateriaal om hem te pushen. Ik doe de deur open hier. Jongen! Oeh. Ik ben niet helemaal ingekomen. Waar was die andere guy? Oh my god. Hier even een mini shield opdrinken. Dit gaat nog best wel lekker, ouwe. Omdat ik zo lief ben. Gast, Jeremy. Wat ben je toch een schat, jongen. Even zien. Even de medkit nemen. Thanks, gast. Ik moet even dat dingetje openzetten. Dat ik de donaties kan lezen. Oh, what the fuck. Waar is die guy dan? Ik werd toch van ergens anders ook nog bepiempeld. Oh, dat heb ik gebouwd. Hij gaat campen ergens, man. Oké, okay, hij zit hier denk ik niet meer, denk ik. 192 kijkers, jongens, welkom. Welkom allemaal. Dope dat jullie er allemaal zijn. En Jeremy, nogmaals, bedankt voor de donatie. Super sick. Ik moet er alleen nog zo even naar kijken. Daar. Oh my god.
Oh, hij flikkert of niet? Is hij achter... Huh, hij is naar beneden gebouwd. Seppegas, jij... Oh! Jongens. Oh my god, ik zit vol te concentreren. Maar thanks allemaal voor de donaties, jongens. Echt heel sick. Oh my god. Oh my god. Ik zet even de donatie shit op, ouwe. Oké, fuck it. Oh my god. Ik moet even de donatie dingetje opzoeken. Hoppa, ik heb hem. Ik ga niet meer naar boven. Dus ik denk dat ik hier nog wel even kan zitten. I don't know. Geeft geld. Keld heeft gedoneerd. €3,15. Dus thanks Jeremy daarvoor. Dylan, je voice crack is weer op point. En heb zin weer even te genieten van je stream. Hey, ik hoor die guy trouwens reloaden hier. Jeremy, bro. Bedankt voor de €3,15. Ik ga deze guy even proberen af te slachten. Hij zit hier binnen namelijk. Of hier. Oh, kijk hem. Zie je hem? Let op deze snipe kill. Ik call hem. Doei. Oh shit. Wow. Die was vol door zijn kanus, gast. Echt vol door zijn kanus. Oh my god, dat was een lekkere kill. Oh my god, dat die guy mij niet... Ja, hij kon me eigenlijk niet echt zien daar. GG voor die kill, ouwe. GG. Holy shit. Ik call hem al, hè. Dat kunnen we gaan killen. Echt geweldig, man. Daarna komt Jeppe BT nog met een €3. En hij heeft natuurlijk ook gedoneerd en zegt... Yeah. Let's go. Yeah. Ik heb er ook gewoon zin in, jongen. Seppe, bro. Bedankt voor de fucking €3. Ik ga dood. Woehoe. Yeah, let's go. Ik werd weer van ergens anders ook nog bepiempeld. Verdorie. Ik laat heel even de AR achter. Die pak ik zo wel weer terug. Maar ik moet even ergens binnen gaan zitten. Onder de trap. Hier. Bingo. Het is druk, jongens. Het is echt druk. Holy shit. 261 kijkers. Welkom, jongens. Welkom allemaal. Holy damn. Dit gaat echt... Het is echt te spannend gewoon weer. We hebben gewoon weer hoeveel kills? 6. Ik moest even kijken naar welke monitor je eigenlijk moet kijken. Super sick, jongens. Oeh, dacht ik... Nee. Ik heb wel even een AR nodig. We zijn wel weer lekker full health. Dat was chill. Hij kwam ergens daar vandaan. Kijk, een blauwe AR, dat is lekker. En dan pakken we die ook even mee. Maar hier werd ik ook van bepiempeld, daar ergens. Dus daar gaan we eerst naartoe. Trouwens, de bouwglitch is ook volgens mij verdwenen. Dus dat is mooi. Zit hij op dat gebouw? Oh, dat is zo kut, hè. Als je niet weet waar mensen zitten. Ik zit safe, oké, dat is lekker. Beetje frappant waar deze mensen zitten, hoor. Waarschijnlijk zijn ze al lang weggerend. Laat maar gewoon gaan moven. Ik zie wel of we zo meteen gebonjourd worden. Ik weet niet. Toevallig. Oh, dit is heel hoog. Oké, volgens mij is het wel safe daar, hoop ik. Anders zien we het zo. Het is wel mistig hoor. Of ligt het aan mij? Het is heel mistig hier, joh. What the fuck? Is dat nieuw? Ik heb namelijk niet echt mijn settings heel hoog staan dat ik al die mist hoor te zien. Het zal wel. Pff. Op zich, het ziet er wel gek uit. Het is een beetje een spooky effect, jongens. Spooky effect. Die boom meenemen. Wij hebben natuurlijk van die disco... We hebben gewoon een disco outfit aan. Dus we... Al die lampjes vallen mokertje veel op nu in dit sfeertje. Oeh, daar is ook gebouwd. Laten we gewoon langzaam manoeuvreren naar de safe zone. Ik denk dat dat wel slim is. Dat we wel een beetje de omgeving achter ons ook in de gaten gaan houden. Want niet... Dat daar plotseling iemand vandaan komt. Want dat kan nog steeds, hè. Dat ze daar mensen zitten. Heb je al een minicun gehad? Ja, we hebben gisteren, toen die uitkwam, hadden we gewoon voor onszelf een beetje gespeeld. Hadden we gewoon inderdaad die minicun gevonden. Dat is echt sick. Hoe die schiet is ook echt dope. Dus ja, eigenlijk is het doel om in deze stream even die minicun te gaan krijgen. Zodat we daarmee kunnen gaan schieten. En hopelijk een kill mee kunnen gaan krijgen. Of een heel fort neer krijgen gewoon. Daar is dat ding eigenlijk voor bedoeld. Om al die bouwmateriaal wat mensen gebruiken om zo'n fort te bouwen. Helemaal naar de grond te schieten. Want dat ding, ik weet niet of jullie de Twitch moments al hebben gezien van gisteren of vandaag. Ik weet niet echt. Van Summit 1G, jongens. Voor de mensen die het hebben gezien. Je weet wel wat ik bedoel, jongen. Nou, dat soort situaties zijn zo kut, hè. Je kan er gewoon niks tegen doen. Je kan niet, als je de hele tijd blijft bouwen. En die guy heeft mogelijk te veel kogels in dat ding zitten. Dan kan je gewoon niks. Je kan gewoon niks. Dat ding, dat hoeft niet te reloaden. Dus je kan full
gewoon alleen maar constant doorschieten. En dat is wel een beetje overpowered. Maar ja, ik vind het wel chill dat ze de recoil, zeg maar dat de kogels zeg maar heel niet accuraat zijn. Dat is wel echt chill. Want als de kogels gewoon echt recht vooruit gingen, zoals de Scar bijvoorbeeld. Nou, dan was dat ding echt, dan was de game verneukt. Dat was echt officieel verneukt. Is de minigun te OP? Van mij was het zeg maar wel. Het had niet gehoeven om in de game te zetten. Oh my god. Oh my god. De snipes, though. Ja, oké, die was wel een beetje mis. Ik weet dus niet of die guy ook een sniper heeft. Fuck it, ik wou gewoon schieten. Oké, laten we een beetje naar die guys toe gaan. Er zaten twee man. Ik zie ook een airdrop daar in de buurt. Laten we daar naartoe gaan, man. Hoi, ik ben er weer. Fins vlog, jongen. Welkom bij de stream. Nice to be, jongen, Fin. Bijna 20k pick. Let's go. Sowieso, Jay. We gaan lekker, man. We gaan lekker naar de 20k. Oké. Wat? Die guy heeft een minigun. Oh, en hij is gekilled. Ik kan hem net niet zien. Oh, kut. Ik heb geen shit. Oh, fuck. Dit is kut. Daar zit een minigun in het spel, daar. Fuck. Verdorie, man. Er is daar lijpe shit aan de gang. Oh, kut. Als ze een minigun hebben, ben ik wel de lul. Maar ik wil hem hebben. Voor de stream. Oh, kut. Ik word gesnijd in mijn nek. Ik ga gewoon doorlopen. Oh my god. We hebben hem. Oh my god. Zelfs twee, joh. What the fuck? Oké, we hebben gewoon de legendary versie. Oké, geef me even de ammo en de bouwmaterialen. OMG. Ik wil hem gaan uitproberen. Ik zag daar iemand achter die steen. Doei. Als ik die headshot daar niet had gehit... Oh my god. Dat geluid is zo sick. Oh my god. Kut. Oh. Dat ding is zo niet accuraat, hè, jongens. Er wordt weer gesjoemeld door iemand. Het is hier. Waar schoot hij dan? Oh, daar. Zit het gewoon doen? Kijk hem! Oh my god. Hij heeft hem ook, let op. Oh. Oh, Jeremy. Love, gast. Love. Fuck, ik zit in de penari. Oh shit, oh shit, oh shit. Oh shit. Oh shit. Oh my god, oh nee. Wacht, let op. Nee, 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 nee. Nee. Nee, 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 nee. Ik ga niet dood. Nee, nee. Woehoe! Blijf omhoog bouwen. Oh my god. Dit is waarom die overpowered is. Oh my god! The fuck! Oh
Oh my god! Oh my fucking god! Kut, die boom zit in de weg. Ik ga hier weg. Stik er maar in. Oh my god. Bitch! Die was raak, holy shit. OMG, jongens. OMG fucking G. Ik ben helemaal van me... Ja, nou krijg je hem krijgen ook, jongen. Ja, hij bouwt weer. Ik zit eigenlijk te ver ervan af eigenlijk om dat ding te gebruiken. Maar wat? Ik heb daar al mijn bouwmateriaal doorheen gekeild gewoon, jongens. Oh, er ging een airdrop achter mij. Oh, shit. Holy damn. Holy shit. Oh my god. Hij is weggegaan. Hier is een airdrop. Dat vind... Oh shit, dat is best dichtbij. My god, ouwe. Dat ding is te... Echt heel erg eng gewoon van die... In sommige situaties, jongens. Goh. Holy shit. Zou ik die airdrop gewoon pakken? Ik wil eigenlijk een shield hebben. Oké. Okay. Trouwens, jongens, ik ben verkouden. Dus let daar niet al te veel op. Ik kan er niks aan doen. Het is al een week aan de gang. Oké, okay, kom op. Shield. Dankjewel. En een scar, lekker. En mini shields. Kijk eens aan. Even rust hoor, even rust nemen. Want wat in de fuck daar net gebeurde was echt niet normaal. Holy shit. Ja, ik wil die scar wel hebben, dankjewel meneer. Oeh. Ik zit nog helemaal te trillen jongens. Oh, daar ligt nog een shield. Die kunnen we ook wel meenemen. OMG jongens, ik sta helemaal... Want dit is echt voor het eerst dat ik in zo'n situatie ben gekomen met zo'n minigun tegen me. Ik moet je wel zeggen, ik vind de kogel dinges, dat het niet zo accuraat schiet. Ben ik wel blij om, man. Dat als al die kogels raak gaan van al die minigun schoten, nee. Te overpowered, jongens. Te overpowered. Nou, we bouwen gewoon even omhoog hier. Hoppa, hoppa, hoppa. Even de trilhandjes. Daar wordt ook nog weer gebouwd. Dat is die guy weer nog steeds. Die zit nog steeds in die toren. Daar is ook een toren. Ik zit te trillen, jongens. Ik heb het koud. Het is echt niet normaal. Holy shit. Oké, 4 man remain. Of 3 man eigenlijk. Want ja, ik tel niet mee eigenlijk. Ik zit wel safe. Dat is chill. Niemand achter mij, beneden mij. Sowieso in dit... Dat bedoel ik. Hij gaat de airdrop pakken. Oh my god, wacht, let op. Dan doen we even dit. Maak even hier een schans. Dan worden we niet ge... Oh my god. Oh. Sorry meneer. Je kijkt hoe snel je gewoon iemand shit neer kan halen gewoon. Holy damn. Het is echt heel sterk. Oké. Okay. 2 man remain. Oké. Okay. Ik wil zijn loot wel eigenlijk hebben. Zou ik gewoon naar beneden gaan? Kut, ik bouw hier veel te lang. Oké. Okay. We gaan naar beneden. Ik heb namelijk maar 1 pump. En dat vind ik eigenlijk niet zo chill. Want ik ben altijd zo'n dubbel pump guy. Oké, er zit sowieso iemand daar nog in die toren. Dat weet ik 100% zeker. Kijk, een medkit is chill. Ammo, lekker, lekker, lekker. Hij niet al te beste loot, deze guy. Oké, okay. De kans dat iemand hier aan het campen is, is aanwezig, jongens. Dus wij gaan er ook maar even hier een hok van maken. Dan gaan we gewoon weer omhoog bouwen. Thanks trouwens voor alle donaties en alle subs die binnenkomen, jongens. Ik kan het alleen nu niet echt in de gaten houden. Hij wordt gepimpeld, oké, dit doe ik mee. Bitch, your tower is going down. Woo! Oh shit! Wat was dat? Wat was dat?
heb geen scar meer nodig. Oh, kut, mijn zware vinger. Is ik safe? Verdorie. Oh. 600 kijkers, welkom! Wat is hij aan het doen? Let op, hè. RPG snipe, let's go. Gaat rennen en dan BAM! Going down! Je kan jezelf niet redden, vriend! BAM! Oh shit! Oh jongens! Wat een fucking win, jongens! GG! Fucking hell, jongens! If you ask why